Goede ochtend, of middag, of avond, of nacht. Het maakt mij helemaal niet uit wanneer je kijkt. Ik vind het in ieder geval leuk dat je kijkt. Welkom bij een nieuwe Wat Is video. Ik ben Tom van Gamersnet.nl en vandaag gaan wij één simpele vraag beantwoorden. En dat is, wat is Slime Rancher? En in tegenstelling tot alle games die voorheen behandeld zijn in deze Wat Is videoreeks, is Slime Rancher de eerste game die niet echt uit is. De game is natuurlijk wel speelbaar en te koop. Sinds januari vorig jaar op Steam Early Access en ook op Xbox One onder het hele Game Preview programma. Dat is eigenlijk Microsoft's eigen Early Access systeem. Maar goed, op zowel Xbox als PC heeft Slime Rancher al wel een flinke achterban verzameld. En dat komt voornamelijk omdat die game zo ontzettend schattig is. Je ziet ze hier al rondspringen, de slimes. In Slime Rancher spelen natuurlijk deze slijmpjes de hoofdrol en die zijn ook zo godvergeten schattig. Het slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Critici, YouTubers, Twitch-streamers roepen het allemaal. Ze bejubelen Slime Rancher omdat die game zo ontzettend koddig is. Al die slijmpjes die in het rondspringen, de geluidjes die ze maken, de dingen die ze eten, de animaties die ze hebben, het feit dat de katten op je hoofd willen springen. Het is één grote schattige melange van slijm. Maar goed, dan vraag je natuurlijk af, wat ga je precies doen in Slime Rancher? Zeer simpel, we stappen hier in de schoenen van Beatrix LeBeau. Die ver van de aarde reist naar een andere planeet om daar Slime Rancher te worden. Dus letterlijk een soort van boerin voor slijmpjes. En dan denk je natuurlijk van, ja wacht, maar wat heb je nou aan slijm? Ik bedoel, het is slijm, het doet niet veel. Nou, in Slime Rancher zijn de slijmpjes en alle verschillende slijmpjes in staat om een soort van, ja, edelstenen uit te poepen. I shit you not, dit is letterlijk het hele principe van Slime Rancher. Elke slijm heeft zijn eigen, ja, voorkeuren, favoriet eten, een bepaald dieet. En als je ze dat voert, dan krijg je vervolgens plorts van ze terug. Deze poepjes zijn letterlijk een soort van currency. Je kunt ze inleveren voor geld, maar je kunt ze later ook gebruiken in crafting rituelen. En waar je natuurlijk zelf achter kan komen, is dat op het moment dat je een ene slime een plort van een andere slime geeft, dan kun je ze gaan combineren. Nou goed, Beatrix LeBeau doet dat allemaal met haar vacpack. Een zogenaamd vacuum backpack, dus een soort van rugzakstofzuiger. Met de vacpack zuig je plorts op, je zuigt slijmpjes op, je zuigt verschillende soorten eten op en die kun je dan vervolgens ook weer lanceren. Dus ja, je gaat de enigszins open wereld in, je pakt een aantal slimes mee, je pakt een beetje eten mee en die breng je vervolgens terug naar je ranch, waar je ze in een mooi kooitje zet, een corral zoals dat dan heet. En dan ga je ze vervolgens voeren en een beetje met ze experimenteren. Hoeveel moeten erin? Wanneer moet ik mijn muren omhoog zetten? Wanneer moet ik een net voor ze maken? Welke plorts kan ik aan welke slimes voeren? Dat zijn allerlei dingen die je zelf moet ontdekken. Ik wil niet spoilen wat daarin, zeg maar, de beste tactiek is, want het is namelijk wel weer een beetje, het is weer typisch zo'n game waarbij het leuk is om het zelf uit te vinden. Ik streamde deze game voor het eerst en te midden van alle schattige, heerlijke gameplay die ik daar heb meegemaakt, ging het ook in één keer falikant mis door te veel plorts aan één slime te geven, waardoor die met te veel verschillende soorten combineerde en veranderde in een soort evil tar slime, heet het dan, een soort van teerslime. En die vermoorden vervolgens de hele ranch uit. Als ik hun nou eens... The fuck. Oh, the fuck. Oké, ik wist niet dat dit zou gebeuren. Maar als ik nou allemaal... Oh, fuck, maat. Die kunnen ook springen. Dat was niet de bedoeling. Ik bedoel, dat kan gebeuren. En dat was op stream ook licht hilarisch, maar ook zeer frustrerend. Maar dat is typisch weer een beetje die craftachtige gameplay. Je gaat zelf ontdekken hoe dingen werken en wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En zo probeer je natuurlijk de ultieme slime ranch te bouwen, waarbij je zoveel mogelijk plorts verzamelt op een zo goed mogelijke manier en uiteindelijk stinkend rijk wordt. In mijn eerste paar uur met Slime Rancher liep ik echter wel tegen een obstakel aan dat je bent bezig met een beetje die economische flow van plorts verzamelen, verschillende plorts verzamelen, ze allemaal verkopen en het dus eigenlijk gewoon proberen rijk te worden op poep. Op een gegeven moment lukt dat en op een gegeven moment ben je een aantal dagen ben je lekker bezig, dingen aan het ontdekken, klein beetje aan het experimenteren, flinke monies aan het maken, maar dan heb je zoiets van... Ja, het wordt nou wel weer heel veel van hetzelfde. Er is geen heel groot duidelijk narratief wat je moet volgen. Er zijn ook niet zozeer bepaalde sidequests en zo die je kan doen. De game plaatst je letterlijk in die Slime Ranch wereld en zegt van... doe er maar wat mee. En ja, er is zeker een heleboel om te ontdekken. Zoals, weet je wel, de ultieme manier om plorts te verzamelen. De verschillende slimes om te collecten. Maar ja, op een gegeven moment kan het wel een beetje herhalend aan gaan voelen. Dat je denkt van, oké, ik ben nou alleen maar achter de zaken aan het lopen. En ik ben alleen maar op en neer aan het rennen om de juiste fruitsoorten voor die slimes te creëren. Of om kippen te craften bij elkaar, zodat je die weer aan je kat slime-achtige dingen kan geven. Dat is leuk, maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van, nu heb ik het wel gezien.
En dat is een van die dingen waarin je heel erg merkt dat Slime Rancher nog steeds in early access zit. Heel veel dingen voelen niet helemaal verzorgd aan, zoals dus bijvoorbeeld dat verhaal, maar ook het menu en de HUD en de controls. Het is allemaal nog een beetje... Ik bedoel, kijk naar de options, kijk naar je visuele options. Dat hele menu schreeuwt Visual Basic en het lijkt er niet echt op alsof daar heel erg lang over na is gedacht, maar meer gewoon van, oh, dat plempen we erin en dan kunnen mensen weer verder met hun schattige Slime Rancher gameplay. Is goed, maar dat is dus wel iets wat hopelijk nog wel een beetje... ja, geretoucheerd gaat worden in dit hele Early Access verhaal. Waar ze wel heel mooi op in zijn gesprongen tijdens de Early Access is toch een aantal toevoegingen. Sinds een aantal maanden zit een Slime Science Pack inbegrepen in de game. En dat wil zeggen dat je je ranch uit kunt breiden met een laboratorium. En dat is wel weer in één keer een soort van nieuwe swoon die de game wel heel veel meer nieuwe gameplay geeft. In dit Slime Science Lab creëer je namelijk allerlei handige tools, teleporters, dingetjes waar je je slimes op display kan zetten. Allerlei gekke kleine dingetjes die wel leuk zijn om toch nog te unlocken. Want op een gegeven moment heb je gewoon die cashflow en dan gaat het lekker en denk je van ik ben een beetje klaar met die game. Ja, en in dat geval komt het laboratorium mooi uit om toch weer net iets meer gameplay te verschaffen. Sowieso is de ranch een klein beetje uit te breiden met een stukje ondergrondse cave of een stukje wildlife. Maar het staat nog allemaal wel vrij vast, weet je wel. Je hebt drie stukken van je ranch die je uit kunt breiden en daarin kun je dan kleine stukjes extra gameplay oplopen. Maar ik weet het niet. Als je nou naar Slime Rancher kijkt, er zit een aantal uur gameplay in. Maar op een gegeven moment ga je er toch tegenaan lopen dat de game nog niet af is. En dat er niet één duidelijk doel is. Maar dat je gewoon een beetje rondloopt en... Oké, die en die slimes. Oké, weet je wel. Na een tijdje heb je die flow begrepen. En dan denk je, oké, nu heb ik het wel weer gezien. En ook het laboratorium is daarin wel leuk. Maar dan heb je zoiets van, maar nu meer Monomi Park. Nu meer indie developer. Ik wil hier meer van zien. In Slime Rancher speelt verder de wereld buiten je ranch ook een kleine rol. Je kunt daar verkennen. Je kunt kijken waar je welke slimes kunt vinden. En waar je welke fruit en groentesoorten kan vinden. Maar dat is ook niet echt iets wat je heel lang bezig kan houden. Persoonlijk vond ik de wereld ook een beetje... klungelig aanvoelen. Hij is best groot, maar je moet wel over verschillende paadjes lopen en later krijg je wat teleporters, maar het is niet heel erg duidelijk waar wat nou ongeveer zit. En het is ook niet een open wereld à la Skyrim, waarbij je gewoon een kant op kan lopen. Je moet eerst door dit stukje grot en dan door dat veldje. Het overzicht is een beetje kwijt. Maar in die open wereld zijn verder wel leuke dingen te vinden. Bijvoorbeeld gigantische slimes die je dan heel veel van hun soort voedsel moet voeren om dan uiteindelijk een soort bonus te krijgen. Dus dat kan een key zijn om een nieuwe area te unlocken, maar dat kan ook een teleporter zijn of gewoon wat... hier alsjeblieft heb je wat kippen of zo. Kan allemaal. Maar ergens... Ik weet niet, ik twijfel er een beetje over. Slime Rancher doet een aantal dingen heel leuk, met name de schattigheid en het principe dat je wel wat dingen kan craften en dat er een soort van economie in zit. Dat is leuk, maar ook zoveel voelt onverzorgd aan. Dat narratief, die wereld, nog steeds die minuutjes, die zijn echt een doorn in je oog. Het is een beetje een twijfelgevalletje. Dat wil echter niet zeggen dat Slime Rancher meteen afgeschreven is. Maar de game is wel alweer een jaar in early access, dus ik hoop wel dat Monomi Park, de developer in dit geval, wel even iets harder door gaat zetten en iets meer dingen toevoegt of wat meer features polished. Want voor nu voelt het nog een beetje, het voelt allemaal zo loos aan. En dat is leuk voor een aantal uurtjes, maar gezien de game toch al snel €15 kost op PC en €20 op Xbox One... ik weet niet of je die prijs kunt verantwoorden met de hoeveelheid gameplay die Slime Rancher je uiteindelijk geeft. Ja, het is even een super gave trip van schattigheid en gewoon leuke visuals en goed, op zich een goede feel-good vibe. Maar verder daaromheen mag er wel iets meer body in, naar mijn idee. Maar goed, dat is zo om en nabij hoe ik Slime Rancher in het kort zou beschrijven. Dus bij deze, dat was mijn Wat is Slime Rancher? Mocht je dit een leuke video vinden, laat het me zeker even weten. En laat ook vooral weten of we dit vaker zouden moeten doen. Games die in early access zijn of nog niet uit zijn, toch een beetje aan de hand van deze gameplay analyseren, als je het zo mag noemen. Ik vond het in ieder geval erg leuk om te doen. Ik was Tom voor Gamersnet.nl. Ik hoop jullie allemaal weer snel terug te zien op de site of op YouTube of op Instagram. Maakt me allemaal niet uit. Je mag me volgen op allerlei verschillende social media dingetjes. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Gamersnet. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien en de ballen. Man, ik ben nog steeds slecht in video's afsluiten.